kunnen we inderdaad gratis enchanten, maar kunnen we dan gewoon alles erop zetten wat we erop willen zetten gewoon? Als, yo, ik wil dit erop, ik wil dat erop, ik wil zus erop, ik wil zo erop. What the fuck? My mind is blown! For real! Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Hexit. We gaan vandaag weer lekker verder met onze Hexit serie. Mocht je vandaag zin in hebben en je wil mij supporten, je mag en kan natuurlijk altijd alvast eventjes een like aanklikken. Bij voorbaat dank. Dankjewel natuurlijk ook voor de reacties achtergelaten weer onder de vorige video. Iemand vroeg zich af van Duffy, ik snap echt niet wat je aan het doen bent met al je iron. Kortom, hè, ik ben natuurlijk ontierlijk voor iron op dit moment aan het omsmelten keer op keer. En die vraagt zich eigenlijk af van ja, wat wil je er nou eigenlijk mee, Duffy? Want je hebt er helemaal niks aan. Heb je zeker een punt in dat ik ontierlijk voor iron heb waar ik eigenlijk helemaal niks aan heb? Maar ja, dat is gewoon, ik heb zoveel iron stuff, zeg maar, als een iron support, iron leggings, wat dan ook. Ja, dat smelt ik gewoon om, want hey, ik kan er zelf verder niks mee. En op die manier is het mooi opgeruimd en maak ik er gewoon bloks van. Met name in de reactie stonden veel mensen zeiden van Duffy, geef ons anders gewoon je wereld, hè? Dus alleen maar je wereld, dan sorteren wij de kisten wel, sturen we hem terug. Heel aardig van al die mensen die dat soort dingen allemaal ja, aanbieden, maar ga ik absoluut niet doen. Ik hou het lekker zo hoe het is. Alle kisten zijn dus nog een beetje, ze zijn wel gesorteerd, maar net even een paar dingen gewoon niet helemaal netjes. Wat je ook meteen al wel in mijn inf ziet is, ik heb obsidian en ik heb ook meteen allemaal lava buckets gevuld. Iemand zei van Duffy, je hebt die lava pool daar al een keer obsidian van gemaakt. Klopt, maar er zat ook nog lava onder de obsidian. Vaak heb je dat natuurlijk meerdere lagen. Dus ik kon ook gewoon nog rustig mijn buckets vullen. Heb ik gewoon natuurlijk alvast gevuld voor het geval dat ik een keer weer ergens lava nodig heb voor dit ding. Of ik heb ergens anders lava nodig. Heb ik in ieder geval lava, dus dat is Gucci. Wat we vandaag ook gaan doen is met name enchanten. Er zijn heel erg veel, ja, toch wel aanvragen over geweest of ik wil gaan enchanten. Of in ieder geval mijn gear gaan enchanten. Staffen gaan enchanten. Bogen repareren. Nee, wacht. Staffen, was nou staffen repareren? Of gear repareren. In ieder geval, ik kon ook dingen repareren. En waar we dus vandaag ons een beetje op gaan focussen. Toch wel een beetje het gear klaarmaken. En wat ik zei, ik wil natuurlijk sowieso eigenlijk deze aflevering. Wil ik gewoon klaar zijn of ready zijn om jou weer door te gaan. Dus daarom smelt dit nog heel snel eventjes door. Het iron laten we er even in zitten. Want dat geloof ik verder wel. Dat zeg maar nog erin zit. Dat vind ik niet zo heel erg. Aangezien we hoogwaarschijnlijk nog ontierlijk veel iron gaan vinden. Maar wij gaan ondertussen gewoon lekker hiermee bezig. Ik zag ook in de reacties staan, er schijnen grotere kisten te zijn in de game. Daarvoor moet ik heel, holy shit, daarvoor moet ik heel eventjes door de reacties scrollen. Een kist die namelijk nog groter is dan een double chest. En dat is de kist genaamd, even kijken, hij staat hier, de reinforce gebeuren. Ah, dat zijn deze kisten. Aha. Oké, dit is een frame. Oké, maar kan ik bijvoorbeeld gewoon deze aanklikken? Kan ik die... Oké, wacht. Ik kan hem niet bekijken, maar iemand zou ook linker shift of control R en dan deze. Dat werkt ook niet op dit werkt ook allemaal niet. Wacht. Ik kan hier wel iets zien. Hier kan ik een reverse frame maken. Dat frame heb ik weer nodig om uiteindelijk dus een basic wall van te maken. Die basic wall moet ik... Wacht eventjes. Ik kan er nu wel hier allemaal op klikken. Wacht. Ik kan... Dus dit gewoon maken met een copper blok. Oh, wauw. Wacht, we doen van emerald. Dus we hebben hout nodig, een kist emerald en een emerald blok. Oké, dit gaan we even doen. Ik wil ook mensen zeggen, Duffy, maak van alles gewoon bloks. Want daarmee heb je natuurlijk inf space. Moet ik inderdaad gaan doen. Want er is inderdaad veel dingen waar ik bloks van kan maken. Oké, we kunnen dus nu een hele grote kist ermee gaan maken. Terwijl eigenlijk al onze kist zo'n beetje vol zit. Al het gold even hier in, hoppatee. We kunnen dus nu een hele grote kist maken blijkbaar. Die groter moet zijn dan de gemiddelde kisten. Ik ben erg benieuwd daarnaar. Die maakten we als volgt door eerst even een emerald blokje te maken. Hoppatee. Oké, dan zetten wij dus een emerald blok daar neer. Toch? Of doe ik het nou? Ja, nee, dat klopt. Oké. Die daar. En kist daar. En hop, hop. En hop. Niet. Oké. Wat doen wij fout? Dit moeten letterlijk logs zijn. Aha. Well, that makes sense. Oké, we hebben dus echt letterlijk logs nodig. Ook geen enkel probleem. Ik bedoel, we hebben ook wel gewoon liggen. Alleen, ja, wist ik veel. Oké, poging 2. Hop, hop, hop. Kist in het midden. En lock, lock, lock. Oh, lock, lock. Zo. Oké, we hebben nu een of andere emerald kist gebouwd. Ik weet dat ik hier ontierlijk weinig ruimte heb. Dus laten we deze kist gewoon eventjes hier bij flikkeren, I guess. Oké, wacht. We moeten er sowieso even twee van maken, duidelijk. Dit is heel duidelijk. We hebben er sowieso twee nodig, want aan één kist hebben we duidelijk nog niet zo heel veel. Hop, hop, hop. We hebben toch genoeg stuff. En zeker van iron of van emerald hebben we genoeg stuff. Oké, dan wil ik toch eventjes deze kist... Dit is...
Even kijken, 1, 2, dit is 6 hoog. En deze is ook 6 hoog. Maar deze is 1, 2, 6, 6, 9 lang. En deze is 3, 6, 9, 12, 13. Als ik zo snel het goed heb uitgerekend. Inderdaad, deze kisten zijn groter. Daar kan je dus ook meer in. Fucking chill. Wat ik dus een keer moet doen is buiten opnames even alles overzetten naar een grotere kist. In ieder geval, dankjewel voor de tip van deze kisten. Fucking awesome, fucking handig. Enorm chill, want hey, grotere kisten betekent meer opslagruimte. En dat is gewoon... What the fuck komt er in mijn inf? Dat is wel echt iets wat nodig is, meer opslagruimte. Want ja, dit is nogal krap hier allemaal. Maar dat komt allemaal wel goed. Wat wij nu even snel gaan doen is ondertussen dit even allemaal omcraften. Wat we er nog van kunnen craften. Die doen we even zo. Kunnen we daar nog verder iets mee? Ik denk het haast niet. Hop, hop, hop. Maken we er gewoon lekker bloks van. Hop, hop, hop. En hop. En we kunnen er in ieder geval 18 bloks van maken. Nou, dat ruimt toch een beetje op in plaats van 3 stacks data hebben staan. Plus nog al deze kleine dingen erbij. Gold en diamond, ja, kunnen ook wel even snel bloks van maken. Hetzelfde geldt ook voor al ons iron wat we hebben. Want oh my fucking god, we hebben zo ontiegelijk veel. En ik weet mensen, ik had beloofd dat we deze aflevering sowieso ready zullen zijn. Om weer door te kunnen gaan naar, ja, zeg maar verder te gaan. Ik ga mijn best ervoor doen om alles gewoon op tijd af te krijgen. Dus we gaan ook nog een keer fixen, et cetera. I will promise you guys that, alrighty. Dit doen we snel hier nog even doorheen, hoppatee. Want als dit zo'n beetje klaar is, zeg maar, zijn we ook een beetje klaar met alles maar te sorteren en te ordenen. Hoppatee, nice. Oké, goed. Ik vind het helemaal mooi zo. Het is allemaal een beetje mooi opgeruimd. Dankjewel, of course, voor die tip. Ook een belangrijke tip wat iemand zei. Dat was, Duffy, zorg voordat je weggaat dat jij heel jouw staf waar jij dus al jouw... zo, mijn stem. De staf waar jij dus al je logs in hebt, dat die helemaal vol zit. Vond ik een hele goede tip. Want ja, het is natuurlijk wel handig dat we inderdaad ontiegelijk veel torches daarmee hebben. Dus laten we gewoon even lekker wat torches erbij bouwen. Want ja, ik travel veel of course. Dus ja, veel torches is dan wel gewoon handig. Waar heb ik al mijn staffen gelaten in godsnaam? Heb ik die nog gewoon hier ergens in zitten? Moet haast wel. Heb ik die dan hierin zitten? In mijn lichtblauwe? Nee, ook niet. In mijn bruine? Ja, in bruin. Oké, weet je wat? Staffen. Bestaat, we doen het even staf, gewoon staffen. I don't give fucking damn. We doen het gewoon even zo, hoppatee. Ik kan deze even volladen ondertussen met torches, want dat hebben we gewoon nodig. Inmiddels alweer 200 erin, nice. Zoveel kool heb ik trouwens op zich ook weer niet, als je het bedenkt, hè. Maar goed, we hebben wel bijna iets van... Kunnen we 400 torches? Ja, we hebben 400 torches op zak. Hey, dat is fucking nice. Oké, dan 400 torches in de freaking pocket. Hoppatee, nice. Oké. Staf hebben we dan. Deze is food en overige. Deze is allemaal voor de rest leeg. Dus Gucci, die komen de gems in. Zo. Oké. Wat iemand ook nog zei was, Duffy, zorg even dat je die speciale boots maakt. Vind ik ook een goed idee. Hebben we nodig gold en we hebben daarvoor nodig feathers. Dus hebben wij ergens feathers? Ja, die hebben wij hier. Oké. Nou weet ik niet meer precies helemaal hoe het moest. Moest het nou gewoon zo met een veer in het midden? Ja, dat moest zo. Oké. Deze is trouwens wel kapot die ik nu hier heb. Dus ik weet niet of dat zeg maar nog meetelt van, yo, die kan ik ook gebruiken. Maar we gaan het even proberen. 1, 2. Oh, 1, 2. We hebben er nu 4. Ik vind het zonde om zeg maar te veel gold te gaan gebruiken als het ware. Dus even kijken of dit zeg maar werkt. Nee, oké. Misschien moeten we dan toch een hele veer hebben. Hoppatee. Die daar, daar en daar. En we krijgen nu... Cloud boots. Dit zijn dus de boots wat mensen zeiden van Duffy, die heb je nodig, die moet je gaan maken. Wow, oké, inderdaad, we kunnen hier ontierlijk hoog mee springen. Dat is wel super chill, want of course, hey, daarmee kunnen we gewoon hop, over dit soort dingen heen. Dankjewel voor degene die deze tip heeft achtergelaten. Het is fucking awesome en dit kan zeker handig zijn. Geen fall damage en makkelijke boots. Fucking chill. Tering ei. Er komt ook nog een baby chicken uit ook. Oké, goed, dat is ook weer geregeld. Check, check, double check. Die mag daarin. Ik denk ook niet dat we dan de gouden veer nodig hebben. Die mag daarin, die mag daarin. Dan hebben we nodig een diamond. We hebben nodig een boek. We hebben nodig een table. Een enchantment table. Die hadden we nodig. Obsidian, boek en diamond. Zelfs 2 diamonds hebben we nodig. Potverdikkie, wat duur. Oké, hop, hop. Diamond, diamond. Boek. Hop, hop. Niet daar, daar. Hoppatee. Oké, de enchantment table is binnen. Wat we dan moeten doen is eventjes van onze boeken. Of course moeten we daar gewoon eventjes boekenkasten van maken. Want ja, weet je... Als we dan toch bezig gaan met enchanten, dan wil ik natuurlijk wel gewoon Gucci Gucci hebben. We hebben er inmiddels al 12, dus dat is ook wel nice. Hoppatee. Zo. En zo, I guess. En dan zo. Ja, nice. Oké, dan hoppatee. Nou, dat zijn genoeg boekenkasten voor de rest van het jaar. Hoppatee. Wij gaan eventjes lekker onze enchantment table ready maken. En even heel cru gezegd, ik denk dat we die gewoon hier buiten neerflikkeren. Het boeit natuurlijk of course niet zo heel erg veel waar we die boel gaan enchanten. Zolang we maar gewoon ja, genoeg ruimte hebben dat we het gewoon kunnen doen. Dus
We doen het gewoon lekker even hier buiten. Hoppatee. Dan zetten we deze lekker daar neer. Zo, ja. En dan zetten we jou eromheen, omheen. Ik weet niet eens hoeveel boekenkast ik nodig heb, hè, om neer te zetten. Maar ik geloof het eigenlijk allemaal wel. Enchant. Vanilla. Oh, oké. Okay. Oh, rustig aan. Wacht je op vanilla? En als ik dan zo doe? Oké, we kunnen nu tot level 18. Nou, dan doen we dit nog even helemaal zo rondom vol. Zo. Waarschijnlijk heb ik nou veel te veel boekenkasten neergezet, mensen. Maar ze liggen door op. Ik heb toch genoeg, dus hey, dat boeit me niet zoveel. Oké, check. Dit hebben we inmiddels ook af. Dan kunnen we deze nu weer wegflikkeren. Wat we dan nog even gaan doen is... Dit bot mag trouwens ook wel voor mij weg. Oh ja, we hebben natuurlijk deze boots aan. Holy shit. Oké, dat hebben we nu ook gedaan. Check. Dan gaan we nou, denk ik maar... Dit gear is trouwens nog wel goed. Dit is op zich ook wel... We gaan gewoon een nieuw gearsetje maken. En we gaan gewoon enchant wat we kunnen enchanten. We zorgen gewoon even voor een volledig diamond gearsetje erbij. Ik weet niet welke enchants goed zijn, mensen. En welke niet goed zijn. Zeg ik ook heel eerlijk. Ik heb daar ook allemaal niet een idee van. Terwijl natuurlijk hier nog Ender Swords hebben alles. Dus dat is ook op zich allemaal wel Gucci. Hoeven allemaal niet te doen. Nee. Ik weet niet of je een shield kan enchanten. Lijkt me niet. Een boog moeten we gaan enchanten. En natuurlijk onze staffen moeten we eventjes gaan kijken wat we daarmee kunnen. Maar zoals ik al zei. Ik heb werkelijk waar geen idee hoe dit enchant allemaal werkt. Dus ik kan bijvoorbeeld Fire Protection 4 erop zetten, I guess. Maar dat kost dan wel meteen... Ah, dat kost dan levels. Oké. Ja, hier is dus een beetje het probleem. We hebben dus allemaal dingen waarvan ik het niet ken. Ik wil er Fiery Aura 1 op. Dat wil ik sowieso, want dat zet dus Undead in de fik. Unbreaking erop. Oeh, Unbreaking 1. Dat kost ook best wel veel. Thorns. Dan doen ze zelf damage. En Projectile Protection. Dat is best wel OP. I guess, 16 levels. Nou, als we nu op E drukken, dan hebben we hem dus nu geenchant met alles. Oké, dan. Dit kost dus wel veel levels, mensen. Waar kan ik ook dit ding enchanten? Kan ik hier mijn power gewoon hoger? Ik kan gewoon mijn power op dit ding hoger zetten. Wauw. Oh, wauw. Wacht, als ik deze power even gewoon zo laat waar die... Oh, wacht eventjes. Ho. Boog erin. Unbreaking 1. Dat kan. Unbreaking 2. Dat kan zelfs ook. Want, als ik dat erop zet, is gewoon fucking Gucci. Kunnen we dit er ook op zetten? Nee, oké. Als we deze eentje naar beneden doen en dan zo. Deze helemaal naar beneden doen, deze zo. Dat kan wel. We kunnen wel Flame 1 erop zetten. Oh, dit is ook weer lastig, mensen. Of, oh, wat zijn dit allemaal voor... Wat zijn dit allemaal voor dingen? Infinity is ook wel heel erg lekker, natuurlijk. Het is ook wel heel erg lekker om natuurlijk erop te hebben. En voor de rest, ja, wat ik al eerder heb gezegd. Ik weet ook niet wat al deze dingen allemaal doen. Wat het allemaal inhoudt. Ik heb er wel om gevraagd jullie te kijken, natuurlijk, maar... I have no freaking clue. Ik denk dat we gewoon Infinity 1 erop moeten zetten. Een breken kan er niet meer bij op. Nee, we hebben niet genoeg levels. Enchant, hoppatee. Wat, ik zei toch Infinity? Mag ik Infinity erop alsjeblieft? Enchant. Oké. Dan hebben we dat in ieder geval. Oké, we kunnen in ieder geval niet verder met ons gear te enchanten. Dat is ook alweer vrij duidelijk. Dan gaan we weer even staffen uithalen. We gaan even kijken. Mensen zeiden dat we dit gratis kunnen enchanten, dit. Dit kunnen we inderdaad gratis enchanten. Maar kunnen we dan gewoon alles erop zetten wat we erop willen zetten gewoon? Als... Yo, ik wil dit erop, ik wil dat erop, ik wil zus erop, ik wil zo erop. What the fuck? My mind is blown. For real. Mensen, dit is echt even serieus. My mind is freaking blown. Like, ik mag en kan gewoon elke staf die ik gewoon wil, gewoon alles erop zetten wat ik wil. Dus ik kan dit erop zetten, ik kan die erop zetten. Dan mag ik geen blue erop zetten, maar die wel. Ik weet ook niet eens wat het allemaal doet, hè. Dat is ook hetgeen. Ik heb werkelijk waar geen idee. En Chant, hoppatee. En ik heb wederom... What the freaking hell. Oké, als ik hier nou zo opzet... Ik zet deze hierop. Dan kan ik die onderste weer niet doen. Oké. En ik wil die. En ik wil die. Enchant. Mensen, nogmaals. Ik blijf het zeggen. Ik heb geen idee wat het allemaal doet. Ik vind het gewoon allemaal hartstikke mooi en leuk. En noem het maar op. Maar hey, we doen het gewoon. Fucking hell. Dit is freaking insane. Gratis enchanten. Oh, en trouwens. R is natuurlijk om te repareren. Maar wacht even. Repareren kost player level 5. Ik zie dat kost mij... Oh nee, wacht. Repareren is ook gewoon 0. Kan ik het nu repareren? Nee, niet. Repareren? Nee, ik weet niet hoe het repareren werkt. Nou ja, dan lekker niet. We kunnen in ieder geval gratis een fucking staf enchant waar we Unbreaking 3 op kunnen zetten. Waar we een beetje te laat achterkomen wat dat betreft. Want ik heb natuurlijk nu geen electric staffs meer. Die zijn op, dus dat is pretty fucked up. Maar voor het vervolg is het wel nice. Windstaf, Unbreaking 3, for sure. Die erop. Die helemaal. En enchant, hoppatee, nice. Die mag erin. Hop. Die eruit. Ik weet niet of ik deze staf kan enchanten. Dat kan ook gewoon fucking ziek. Want we hebben er ook gewoon natuurlijk een breking op nodig. Want I don't freaking know. Oh, deze kost wel levels om te enchanten. Oké, deze dan weer niet. Oké, doen we deze ook weer helemaal zo maximaal. Hoppatee. En jij.
Enchant, oké. Dus deze kost wel levels om te doen. Vind ik op zich niet zo erg, maar dit hebben we in ieder geval wel allemaal weten te enchanten. Fucking ziek. Degene die dat heeft achtergelaten, echt enorm bedankt, want dankzij jou heb ik dit natuurlijk nu. Ik wist namelijk niet eens dat dit zo kon, terwijl we niet mogen slapen, want er zijn monsters nearby. Ga weg, joh. Hoppatee. En wij gaan slapen, hoppatee. Oké, even snel slapen. Dan gaan we nog even spieken of wij misschien, toch misschien, nog Electric Essence hebben. Het antwoord erop is nee, dat betekent we kunnen niet vliegend weg, zeg maar. Dus we moeten echt lopen, dat is pretty fucked up. Maar ja, wat ik zei, je doet er niks aan. Gear-wise, we kunnen niet echt enchanten, want het kost ontiegelijk veel levels. Had ik niet verwacht. Dus dat betekent maar één ding, mensen. Wij gaan op pad. We gaan gewoon lekker weg. We geloven het allemaal wel. En ja, we zien allemaal wel waar we uiteindelijk gaan uitkomen. Dat gaan we in ieder geval nu lekker doen. Dus ik ga mijn laatste spullen pakken. En dan ga ik, hoewel, kan ik level 5 enchanten eigenlijk? Ik weet niet of ik level 5 kan enchanten op een pickaxe. Oh, ik mag wel zelf bepalen wat ik erop wil. Efficiëntie? Dat kost een breaking. Nee, dat kost allemaal te veel levels. Oké, weet je, fuck it, dan hebben we het allemaal lekker niet. Kijk, ik kan natuurlijk heel erg moeilijk erover doen en uren erover gaan proberen, dingen te proberen. Van kan dit, kan dat, kan zus, kan zo. Ik ben er vrij simpel in. Werkt het niet, werkt het wel, hoppatee. Nou, we kunnen nu eventjes nog wat spullen gaan pakken wat we nodig hebben. We nemen sowieso een Giant Ender Sword mee. We nemen ook nog ons Diamond Sword mee. We nemen deze body mee, just to be sure. Misschien hebben we het ooit nodig. Deze boots nemen we ook gewoon mee. We doen soms wel even in een rugzakje. Gilded Shield nemen we mee, want die vind ik OP. En voor de rest geloof ik het eigenlijk allemaal wel. We nemen wat appels mee. We nemen wat van deze appels mee. Hoewel, misschien moeten we wel even wat appels erbij craften. Want hey, je weet nooit wat je allemaal tegen gaat komen. Hoppatee. Zo. Met zo. Kabam, hoppatee. Oké, dan 13 appeltjes erbij. Super chill. Lekker weer het gold opgemaakt. We nemen natuurlijk ook gewoon brood mee om te kunnen eten. En voor de rest, ja, we hebben ons gear, we hebben nieuw gear bij ons. We hebben onze backpack, we zijn gerestockt. Meer dan dit kunnen we eigenlijk nu niet doen, mensen. Of course, ik wil nog veel meer doen, maar we kunnen gewoon op dit moment niet meer doen. Dan gewoon nu op pad te gaan en bezig te gaan. Aangezien, ja, weet je, we zitten gewoon vol wat dat betreft. Overige gear flikker ik gewoon lekker eventjes hierin, want dat hebben jullie toch niet nodig. We hebben dit, oké. Mis ik nog iets? Ik scroll heel snel even door de reactie in of ik misschien iets mis. Ga pistolen gebruiken, meh. Torchestaf zit vol, check. Golden Feather Boots hebben we ook gemaakt. Emerald Blokken hebben we gemaakt. Brewing Stand, Resources, ja oké. Maar goed, we hebben al een Brewing Stand. Download linkje, Iron. Nou, volgens mij hebben we alles. Infinity op de boog hebben we gedaan. Nieuwe hexen, dieu. Ja, mensen, volgens mij zijn we ready om te gaan. En betekent dit dat wij een nieuw avontuur aan kunnen gaan? I know, dit gear is redelijk kapot. Maar goed, we hebben gewoon diamond gear bij ons. We gaan ook wel gear nog vinden in de game. Weet ik 100% zeker. En wat wij nu gaan doen, mensen, is wij gaan onderweg zo de verkeerde kant op lopen. Volgens mij of lopen goed. Nee, we lopen de verkeerde kant op. Wij gaan deze kant op. En wij gaan in ieder geval de eerste volgende keer zorgen dat wij bij het water uitkomen. Gaat even wel een klim worden, maar goed, we hebben onze boost waarmee we dingen kunnen overslaan of overheen springen. Dus daar gaan we goed komen. We gaan in ieder geval richting het water, gaan wij daar op zoek naar, ja, noem het maar op. We hopen natuurlijk een piratenschip. Ik weet, ik heb geen axe bij me, maar we kunnen al die shit ook wel craften ondertussen. En we hebben in ieder geval onze oneindige watersource bij ons. En laat ik zo zeggen, je zult altijd dingen vergeten. En je vergeet altijd dingen mee te nemen. Maar uiteindelijk vindt het vast een oplossing. Ik bedoel, we weten ook allemaal wanneer ik één keer in huis ga looten. Ik kom genoeg iron en diamond tegen. En hout dat ik zo weer even een axe kan craften. Dus wat dat betreft, ja, weet je. Alles is op zich wel op de voorhand aanwezig. En je kan ook niet altijd op alles even goed voorbereid zijn. Voor nu, mensen, ja, denk ik maar dat ik de aflevering ga stoppen. En dat we gewoon de volgende keer lekker verder gaan. Ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet niet even te liken, te reageren, te abonneren. En ik hoop natuurlijk allemaal de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Later, mensen.